Dag aan dag draagt Hij ons. Wat mooi om dat te mogen weten. Dat Hij de God van ons heil is en dat Hij ons draagt en altijd bij ons is. Ook welkom voor de mensen die meekijken via de livestream deze ochtend. Een aantal mededelingen. Aankomende woensdag is er weer Bijbelstudie onder leiding van Job. Waar gaat het over, Job? Nee? Martha gaat het over. Om 7:45 bent u van harte welkom voor de koffie of thee. En volgende week, zondag, zal voorgaan Obi Fosma. Wij gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer 411. Beveel gerust uw wegen. En dan zingen wij 3 coupletten. Het eerste, het tweede en het vierde couplet. Ja, wat oude lied, voor de meesten denk ik wel bekend, maar een o zo mooi lied waarin Hij alles beschikt en dat Hij met u is en Hij weet waar uw voet zal gaan. En ik vind dat wel een hele geruststelling en een troost om dat te mogen weten. Ik ga met u voor in gebed. Heere, dank u wel dat wij hier zo samen mogen zijn om uw naam te aanbidden. Heer, uw lof te geven, u de eer te geven die u moet krijgen, Heer.
Heer, u bent de schepper van het al, Heer, en u bestuurt het al. Heer, dank u wel daarvoor, dank u wel dat u ook met ons bent hier zo als wij met elkaar samen zijn. En Heer, u bent ook met de mensen die thuis zijn, die verhinderd zijn om hier te mogen zijn. Heer, dank u wel dat u een trouwe God bent, Heer, en dat u een liefdevolle Vader bent die geeft om zijn schepping. Heer, dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, en wie wij het leven hebben ontvangen, Heer. Dank u wel daarvoor. Amen. Wij gaan met elkaar zingen opwekking 136, Abba Vader. Dan gaan wij met elkaar nog één lied zingen. En daarna, we gaan eerst met elkaar zingen, zie ik sterren aan de hemel staan. En daarna zullen wij, en dan bedoel ik Randy en ik in ieder geval, een lied. Job, werd enthousiast. Met u zingen, en dat is Laat ons Christus zien. En die kent u misschien wel, maar dan mag u meezingen uiteraard. We beginnen eerst met Zie ik sterren aan de hemel staan. En daarna gaan we gelijk door.
Bewerk ons hart, o God. Maak het goede groot. Help ons te ontvangen wat u spreekt tot ons. Plant uw woord diep in.
Zo. De kinderen zijn bij hun eigen dienst. Wie van u is wel eens in het Rijksmuseum geweest in Amsterdam? Gelukkig, ik zie een aantal vingers. Wie van u kent dat grote grasveld wat daarachter ligt? Mooi, ruim. Ja, kijk. Zou u zich het volgende eens voor willen stellen? U zit daar op dat gras met uw ezeltje te verven. U maakt een mooi schilderij van het Rijksmuseum. U zit daar op het gras, het is prachtig weer. En allemaal mensen komen toelopen. En die gaan achter u staan, want u schildert zo mooi. En ze kijken, voortreffelijk, prachtig. Uiteindelijk, u hebt uw schilderij klaar en u zet uw initialen eronder. Vult u maar in. U gaat weg. Op een gegeven moment bezoekt u het Rijksmuseum. U komt binnen en wat ziet u daar? Het schilderij hangt er. Maar wat is het geval? Er staat een bordje bij. En de initialen zijn veranderd. Het zijn wel dezelfde initialen, bedoel ik, maar de naam is veranderd. Iemand anders staat eronder als de maker van het schilderij. U kijkt ernaar, denkt, wat gebeurt er? Wat zal uw reactie zijn? Hoe zult u daar naar kijken? Want u hebt het schilderij gemaakt, maar iemand anders krijgt er de eer voor. Er staat een andere naam onder. Mensen herkennen u niet. Weet u, ze hebben u gezien dat u de schilder was, maar ze erkennen u niet dat u het schilderij hebt gemaakt. Wat zal dan uw reactie zijn? U wordt, denk ik, boos. Of verdrietig. Of allerlei andere emoties die voorbij kunnen komen. Daar wil ik het vandaag over hebben. Over die reactie. Over wat de schilder heeft gemaakt en waarvoor hij niet de erkenning krijgt. Ik wil het vandaag met u gaan hebben over de toorn van God. En de toorn van God wordt, u vindt verschillende keren in de Bijbel het woord toorn van God terug. In het Oude Testament wordt toorn wordt weergegeven voor woede. Maar dat wordt voor zowel de mens gedaan als voor God gedaan. En in het Nieuwe Testament wordt toorn eigenlijk alleen toegedicht aan God. Woede wordt gekoppeld aan de mens. Of eigenlijk, moet ik zeggen, aan het schepsel. En ik wil eigenlijk vandaag met u stilstaan bij de toorn van God in het Nieuwe Testament, waarbij we ook voorbeelden uit het Oude Testament erbij gaan pakken. De toorn van God in het Nieuwe Testament kent twee woorden. En ik weet niet of ik het goed uitspreek, want mijn Grieks is niet zo heel goed. Maar de eerste is thumos. En dat is eigenlijk gekoppeld aan een woedeuitbarsting. Dus iemand wordt boos en er komt ook gelijk actie. En we hebben ook het woord orge of orge, ik weet niet hoe het zegt. Maar dat woord gaat vooral over een gemoedstoestand van iemand. Dus iemand die is boos, maar het zit nog in iemand. En hoe uitzicht dat dan? Dat kan zich uiten door verbolgenheid, dat iemand gekrenkt is. Dat is ook vaak wel hoe het uitgelegd wordt. Maar wat mij betreft eigenlijk veel mooier en veel passender als we kijken naar God en zijn werk, is verontwaardiging.
Verontwaardiging. Verontwaardiging betekent dus eigenlijk de waarde die je niet krijgt, die je eigenlijk wel zou moeten krijgen. God is verontwaardigd. En over die twee, over de thumos en orge, wil ik het vanochtend gaan hebben. Ik ga eerst met u mee naar thumos. En dan pak ik even een voorbeeld uit het Oude Testament, waarbij we zien dat God, dat er een uitbarsting is van woede. Laten we dat even zo zeggen. En eigenlijk een woede-uitbarsting is meer dat God wel boos is, maar dat er ook een oordeel komt. Er komt actie. En als we er een voorbeeld van pakken, is Numeri 11 vers 1. Het volk Israël is in de woestijn met Mozes. En het begint te mopperen en te klagen. En dan lezen we opeens in Numeri 11 vers 1. En het gebeurde toen het volk zich beklaagde dat het kwaad was in de oren van de Heere. Want de Heere hoorde het, zodat zijn toorn ontbrandde. En het vuur van de Heere brandde onder hen en verteerde aan de rand van het kamp. God werd boos, werd woedend. En vervolgens daalt er een vuur neer. Daar hebben we de actie. Een uiting van woede. In Deuteronomium 6 vers 14, vers 14 en 15 lezen we ook over deze ontbranding van de toorn. Ik lees voor, u mag Deuteronomium 6 vers 14 en 15. U mag niet achter andere goden, de goden van volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverige God in uw midden. Anders ontbrandt de toorn van de Heere uw God tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. Dat is wat voorzegd is. Als jullie je niet aan de bepalingen houden, dan zal dit gebeuren. Gericht aan het volk Israël. En vervolgens als we even doorbladeren naar hoofdstuk 9, zien we dan vervolgens een voorbeeld daarvan, dat weer deze context wordt aangehaald door Mozes, wanneer Mozes die twee stenen tafelen heeft naar beneden brengt en hij ziet dat gouden kalf onderaan de berg staat, dat hij die stenen tafelen weggooit en ze stuk gooit. En daarop zegt Mozes, toen pakte ik de twee tafelen en wierp ze uit mijn beide handen en brak ze voor uw ogen in stukken. En ik wierp mij voor het aangezicht van de Heere, net als de eerste keer, 40 dagen en 40 nachten. En ik at geen brood en dronk geen water, vanwege al de zonden die u had begaan. Door te doen wat slecht is in de ogen van de Heere, om hem tot toorn te verwekken. Want ik was bevreesd vanwege zijn toorn en grimmigheid. De Heere was toornig op dat hij u wilde wegvagen. En de Heere echter verhoorde mij ook die keer. Weer dat voorbeeld wat uit hoofdstuk 6 wordt aangehaald, dat vervolgens de actie zou zijn. Het gebeurt op dat moment niet, maar daar wordt wel over gesproken. Over die toorn. Over die toorn waarbij de woede tot uitbarsting komt. We kennen het, dit is een aantal voorbeelden uit het Oude Testament, maar uit het Nieuwe Testament kent u ze wellicht ook wel. Openbaring 15 vers 7. Dan hebben we het al over de toekomst. En in de toekomst zal God de boel rechtzetten. En dat gaat ook gebeuren door 7 schalen die uitgegoten worden over de aarde. Met allerlei oordelen. En Openbaring 15 vers 7 zegt, en een van de dieren gaf de 7 engelen gouden schalen, gevuld met de toorn van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. De toorn van God. Er zullen allemaal gerichten plaatsvinden over de volkeren, waarbij God toornig is. De toorn van God komt tot uiting.
Dat was het eerste begrip waar ik met u bij stil wilde staan. Thumos was dat. Dan wil ik doorgaan naar het volgende. Orge. De verontwaardiging of de verbolgenheid van God. Dat is het tweede begrip wat we dan tegenkomen in het Nieuwe Testament. En waarbij het dus een gemoedstoestand is, maar waar niet gelijk tot uiting komt, de toorn. De reactie van die schilder, wat ik net noemde, zou ook hierin tot uiting kunnen komen. Als u verontwaardigd bent en u ziet het, dat uw schilderij daar hangt, maar u krijgt niet de lof en de eer daarvoor, zou u zich terug kunnen trekken en denken, u bent wel boos, maar ik trek me terug. En eigenlijk is dat wat er gebeurt bij dit begrip. Als we kijken in het Oude Testament naar een voorbeeld hiervan, lezen we bijvoorbeeld over Mozes, wanneer God hem roept en God zegt, ik wil dat jij met mijn volk uit Egypte trekt, dat Mozes begint tegen te sputteren. Ja, maar wie ben ik dat ik dat moet doen? Wat verwacht u van mij dat ik dat kan? Ik ben helemaal niet wel bespraakt. En Mozes krijgt 3 tekenen van God. Het eerste teken is dat hij een staf verandert in een slang. Tweede, dat zijn hand melaats wordt. En het derde teken, wat hij kan geven aan het volk Israël, is dat het water uit de Nijl verandert in bloed. En dan vervolgens krijgt Mozes die 3 tekenen van God, maar nog is het voor Mozes nog niet genoeg. Hij is nog steeds niet overtuigd. En dan zegt de Heere in Exodus 4 vers 11 tot 15, maar de Heere zei tegen Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar Mozes zei nog steeds, ach Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes. En hij zei, Aaron, de Leviet, is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet, zodat hij u ziet. En hij zal zich van harte verblijden. Dan moet u met hem spreken en hem de woorden in mijn mond leggen. En ik zelf zal met uw mond en zijn mond zijn en u leren wat u doen moet. De toorn komt niet gelijk tot uiting van God door een oordeel of een gerichte actie. Maar God is wel verontwaardigd. Waarom luister je niet? Luister je niet? God krijgt niet de eer toe en wordt niet op waarde geschat zoals dat zou moeten. In het Nieuwe Testament vinden wij in Romeinen 1 een voorbeeld ook van dat woord orge. U mag wel even meebladeren. Romeinen 1. En eigenlijk, hoe ik tot deze spreekbeurt ben gekomen, is eigenlijk door dit schriftgedeelte. Ik ben dit een stuk namelijk toch wat anders gaan zien zoals ik dacht dat het aanvankelijk zo zou zijn zoals ik dacht. Dat is het mooie van, dan denk ik, Bijbelstudie, dan verander je nog wel eens wat van gedachten. Maar ik wil met u lezen Romeinen 1 vers 16. Daar begin ik en dan stop ik even in vers 21. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, dat zegt Paulus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God
wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Tot zover. Vers 18 zegt, want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Toen ik dat vers las, toen dacht ik, de toorn, de boosheid, de krenking, de verontwaardiging, dat wordt nog geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid. Het staat in de toekomst, althans wordt geopenbaard, is nog toekomst. Maar niks blijkt minder waar. Want als we kijken naar wat er in de grondtekst staat, dan staat daar onthuld. Lezen we de zin dan nog een keer, want de toorn van God onthult, is onthuld vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, dan betekent dat onthuld dat dat geen toekomst is, maar dat het tegenwoordige tijd is. En als we het hebben dus over de toorn van God, die al is onthuld over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, dan hebben we daar reeds nu mee te maken. Maar dan vraagt u aan mij, ja, hoe zit dat dan? Dan komen we dus inderdaad bij dat woordje orge terecht. De gemoedstoestand van God, de verontwaardiging waarbij mensen, waarbij God niet de eer krijgt die hij zou moeten krijgen. God wordt niet op waarde geschat. Hij wordt zelfs, er wordt geen waarde aan hem gegeven. Dat stelt God tot toorn. Maar wat is dan de reactie van God? Hij neemt afstand. Want dat is namelijk wat er gebeurt. En eigenlijk is dit al vanaf het begin van de schepping het geval. God is toornig en neemt afstand. Adam en Eva in de Hof van Eden vervallen in zonde. Wat doet God? Hij neemt afstand van Adam en Eva. Hij wandelde in het paradijs. En ze konden met hem spreken. De zonde kwam in de wereld. Wat deed God? Hij plaatste hen buiten de hof. Maar wat deed God daarmee? Dat hij hen buiten de hof plaatste? God nam afstand. Hij trok zich weg van de mens. En dat is ook wat hij nu doet. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. God neemt daar afstand van. Hij neemt afstand. Hij laat de mens. Hij laat de mens gaan zoals het nu gaat. In vers 28 van Romeinen 1 lezen we de uitwerking van Gods, van die verontwaardiging van God. Dan lezen we, en omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, dan hebben we het over de mens, die heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. God neemt afstand en geeft de mens over aan
verwerpelijk denken. Dingen doen die niet gepast zijn. En ik hoef u echt geen voorbeeld daarvan te geven, want die kent u allemaal wel. Dingen doen die niet gepast zijn. Die verwerpelijk zijn. Het is te vol mee, de aarde. Met dit soort dingen. Colossenzen 3 vers 6 spreekt daarover. Gaan we nu niet opzoeken. Maar voor Koen, voor de Beamer. En Efeze 4 vers 17. Ook allerlei voorbeelden. Jaloersheid, boosheid, onreinheid. Gaat u maar door. U kent het wel. Maar God is het dus die zich terugtrekt en die overgeeft. Overgeeft aan verwerpelijk denken. En dan kunnen we ook zeggen, dan als we de Bijbel openslaan, waar geeft God dan naast dat verwerpelijk denken ook aan over? God geeft over aan de God van deze eeuw. God geeft over aan de God van deze eeuw. Want 2 Korinthe 4 vers 4 zegt, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. God geeft over aan verwerpelijk denken en God geeft over aan de God van deze eeuw, de tegenstander. En deze twee gaan heel goed met elkaar samen. Die horen bij elkaar. Deze God van deze eeuw en alle ongepaste dingen die daarbij horen. Het verwerpelijk denken. In Efeze 4 vers 17 lezen we dat. Daar wordt gezegd dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven dat uit God is. Door de onwetendheid die in hen is. Door de verharding van hun hart. Heidenen staan synoniem hier in dit gedeelte voor zinloos van hun denken. Verduisterd zijn in hun verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Onwetend zijn in de verharding van hun hart. De God van deze eeuw, die heeft een plaats gekregen van God. God heeft gezegd tegen de God van deze eeuw, de Satan, ik geef jou nu een taak. Jij krijgt van mij de taak om het verwerpelijk denken, om de zinloosheid hier op de aarde te verspreiden. En jij mag, ik geef jou nu voor een bepaalde tijd hier de regie over. Het mooie hiervan is dat God overgeeft, is dat God ook altijd in handen heeft. En dat bedoel ik niet tussen haakjes, maar in handen heeft. God is het namelijk die de lijnen uitzet. God is het die zegt van, ik geef over aan verwerpelijk denken. Ik geef over aan de God van deze eeuw. God is de plaatser. Hij is degene die regisseert. En dat altijd in zijn handen houdt. En dan kunnen we zeggen van, ja, oh, maar hoe zit dat dan in deze tijd? De God van de Satan, dat is de tegenstander. Laten we niet hopen dat hij te veel macht krijgt, beste mensen. Uit de grond van mijn hart. Echt. Als iemand hier de regie heeft, dan is hij het.
Hij is degene die plaatst. Hij is diegene die alles een plek geeft. Mag ik eens met u gaan naar het verhaal van Job? Ook een prachtig voorbeeld daarvan. U leest in het begin van Job dat de engelen hun opwachting maken bij de Vader, bij God. En vervolgens komt daar ook de Satan. En dan is het God die zegt: heb jij mijn dienaar Job wel eens gezien? Ja, die heb ik wel gezien. Laat mij toch wat afpakken van hem. Dan zullen we nog wel eens zien of hij u nog steeds aanbidt. Eerste keer. God geeft over. God geeft Job over in de handen van de Satan. Vervolgens gebeurt dat nog een tweede keer. Job verliest bijna alles op zijn vrouw na. Die heeft hij nog wel. En als Job alles kwijt is en zijn vrouw tegen hem zegt: sterf toch, Job. Waarom zou je God toch aanbidden? Je kunt toch beter sterven? Dan is Job die zegt: zouden wij het goede wel van God ontvangen en het kwade niet? Job wist wat hij gekregen had van God. Dat God hem het ene wel gaf. Dat God hem eigenlijk alles gaf. Maar dat God, dat Job ook wist. Ja, het goede komt dan wel van God, maar het kwade komt ook van God. En in zekere zin was dat natuurlijk ook zo. Want God gaf hem over aan Satan. En dat betekent dus dat God degene is die de regie in handen heeft. En dat hij dat nooit loslaat. Nou hebben we gelezen, weer even teruggaand naar Romeinen, over de toorn van God, de verontwaardiging van God over alle goddeloosheid en onrechtvaardigheid van de mensen. Maar hoe zit dat dan? Trekt God zich dan voor altijd terug? Of ja, komt er nog een vervolg? Nou, daar is de Romeinenbrief ook behoorlijk helder in, moet ik zeggen. Romeinen 11 vers 32 zegt namelijk: want God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten. En dan, om zich vervolgens over allen te kunnen ontfermen. Romeinen 5 vers 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het geloof. Door één overtreding is de dood in de wereld gekomen. En door één daad van rechtvaardigheid is de rechtvaardiging over alle mensen gekomen. Is de genade gekomen over alle mensen. Genade en het leven vanuit Jezus Christus. Klaagliederen 3 vers 31 tot 33 zegt: want niet voor eeuwig verstoot de Heere. Want wanneer hij bedroefd heeft, zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheid. Want niet van harte verdrukt hij en bedroeft hij de mensenkinderen. God verstoot niet de schepping voor altijd. Nee, het is voor een ogenblik dat hij dat doet. Hij ontfermt zich weer ten alle tijden over wat hij heeft gemaakt. Want zijn genade is groot, zijn liefde is groot voor de schepping. Ja, voor heel de schepping. Maar alles doet hij op zijn tijd.
alles in zijn eigen rangorde. God bepaalt wie hij wil verharden en wie niet. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt ook wie hij wil. Romeinen 9 vers 18. God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. En net las ik dat het over alle mensen gaat. Dat is natuurlijk ook zo. Daar blijf ik vanaf. Maar ik wil nu weer eventjes naar een voorbeeld gaan waarbij heel erg duidelijk wordt dat God ontfermt over wie hij wil en verhardt wie hij wil. En dat is het moment van Mozes en de farao. U weet wel, die plagen, die 10 plagen, die komen over Egypte. 5 keer kan de farao zeggen, ik laat het volk niet gaan. Daarna bezwicht de farao. Hé, maar we hebben nog 5 plagen te gaan. Dat klopt. Want wat we steeds lezen, is dat God het hart verhardt van de farao. En waarom doet hij dat? Omdat hij zijn grootheid wil laten zien. Door te laten zien dat God het is die Israël verlost uit Egypte. En dat God de heerlijkheid krijgt en de eerbied krijgt en de lof krijgt voordat God dit heeft gedaan. En niet de mens. Het was niet de keuze van farao dat volk Israël uit Egypte ging gaan. Nee, het is God die zegt, ik wil het zo hebben, maar ik ga eerst het hart van de farao verharden. Want stel je voor dat farao hier nog credits voor krijgt, dat gaan we natuurlijk niet doen. Want alle lof is aan mij. Dus God zegt vervolgens, ik verhard het hart van de farao en pas bij de 10e keer gaat het volk weg. En God verhardt het hart van farao, maar hij ontfermt zich ook over wie hij zich wil verharden, wil ontfermen. En wat ik de teksten die ik hier voorlas, zoals dat Romeinen 5 vers 18, waarbij de overtreding over alle mensen is gekomen, is dat de rechtvaardiging ook over alle mensen komt. En daar is niemand van uitgesloten. Want Psalm 103 vers 13 zegt ook zo mooi, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. En dit vrezen, dat is ontzag hebben. Dus zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zich bekommert om zijn kinderen en zorgt voor zijn kinderen en houdt van zijn schepping, zo ontfermt de Heer zich ook over degene die ontzag hebben voor hem. Dan kunt u vervolgens natuurlijk de vraag stellen, maar is dat in deze tijd al zo? Heeft iedereen al ontzag voor God? Nee. Want nog steeds geeft de mens de waarde, dicht de waarde niet toe aan God die hij eigenlijk heeft. En dat is de waarde dat hij de schepper van alle dingen is. En de schepper van alle dingen, dat kunnen we lezen ook nog in Romeinen 1 vers 25, daarin staat, de mens, dat gaat over de mens, zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is in alle eeuwigheid. God, de schepper, hij die alles heeft gemaakt,
zorgt voor zijn schepping, ontfermt zich over zijn schepping. En Romeinen 14 zegt, er staat geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong belijden. We hadden net geconstateerd dat het nog niet zo ver is dat iedereen ontzag heeft voor God. Romeinen 14 vers 11 zegt van wel, dat gaat nog gebeuren. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden. Jezus is Heer. En Filippenzen 2 vers 10 zegt dat ook. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen elke knie van de hemel en op aarde. En die onder de aarde zijn. Alles zal de knie buigen voor hem. En iedereen zal ontzag hebben voor hem. Iedereen, God ontfermt zich over iedereen. En hoe doet hij dat? Dat gaat allemaal in fases. Maar voor ons mogen wij weten dat wij met Christus verborgen zijn aan de rechterhand van God. Dat wij gered zijn. Dat wij het leven hebben gekregen door hem. Een mooie tekst die nogal vaak wordt voorgedragen volgens mij in verschillende gemeentes. En die volgens mij wel heel erg pakkend en treffend en helemaal klopt, is Psalm 138 vers 8. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. En laat de werken van uw handen niet los. Uw genade, Heere, is voor eeuwig. En u laat de werken van uw handen niet los. Alles wat hij heeft gemaakt, dat laat hij niet gaan. Als laatste, de laatste tekst over de toorn. Psalm 30 vers 6 zegt, want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goede tierenheid, zijn goedgunstigheid, zijn genade. De toorn van God, of dat nou die verontwaardiging waarbij de mens niet de waarde geeft die God het toe zou krijgen. Daar is hij korttoornig op. In welke vorm dan ook. Maar uiteindelijk is zijn genade een leven lang. En staat dat in schril contrast met die toorn. Even weer terugkomend op het schilderij van het begin. Dat schilderij daar hangt, zouden wij menselijk gezien daar ook emoties bij hebben. God zal zich uiteindelijk bekendmaken dat hij niet alleen de maker is van dat schilderij, maar dat het hele Rijksmuseum hem toebehoort. Sterker nog, de rest van de wereld ook. Maar even voor het contrast, voor het plaatje. En dat bekendmaken, dat gaat hij doen. Dat gaat hij in de toekomst doen. Waarbij alle mensen mogen weten dat hij een behouder is van alle mensen. Maar speciaal voor de gelovigen. En dat hij in de wereld is gekomen voor de zonde. Om de zondaars zalig te maken. Van wie ik, zegt Paulus, de voornaamste ben. Amen. Zullen wij met elkaar danken. Heere, dank u wel. Dat uw toorn niet voor eeuwig duurt, Heer. Dat u zich verborgen houdt. Maar dat u dat allemaal een gepaste tijd doet. Heere, alles gaat op uw tijd. En u geeft over aan wie u dingen over wilt geven. Heer,
U bent degene die nooit laat varen de werken van zijn handen, Heer. Uw liefde is zo groot, Heer, voor uw schepping, dat u nooit loslaat. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij daar niet aan hoeven te twijfelen, Heer. Heer, dank u wel dat u een trouwe God bent die doet wat hij zegt. Heer, en dat wij bij u geborgen mogen zijn, Heer. Dat we mogen weten dat we in Christus verborgen zijn, Heer, in u. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, dank u wel dat we hier zo samen mochten zijn. Heer, en dat we uw naam groot mogen maken, Heer. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, en wilt u ook naprediker zijn, ook na deze dienst. Heer, dank u wel. Amen.